De minister van Justitie en Politie, Stuart Gedreau, heeft van 23 tot en met 25 mei deelgenomen aan de Council for National Security and Law Enforcement, Council, in Santo Domingo. Deze meeting heeft tegelijkertijd te maken met de CARICOM SICA-meeting. SICA is het Centraal-Amerikaanse integratiesysteem. Alle ministers van Justitie en Politie van heel het Caribisch gebied hebben de koppen bij elkaar gestoken over de regionale veiligheid. Er is onder meer gesproken over de grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensenhandel, cybercrime en terrorisme. Voorts is er ook gesproken over uitleveringsverdragen. De deelnemende landen hebben tenslotte een samenwerkingsovereenkomst getekend met de SICA, vertegenwoordigd door 8 landen van Centraal-Amerika en de CARICOM. Minister Gedreau benadrukte tijdens de meeting dat alleen door samenwerken de criminaliteit in de regio kan worden teruggedrongen.